Ja, Sjoerd blij hè. Een handbak. Drivers Dream kijkers, vandaag weer een hele speciale aflevering, want we gaan weer een collectie bekijken. En wat voor een collectie? De collectie van One Car Life. En dan moet je vooral aan Italiaans denken, aan Ferrari. En dat staat hier achter, dus laten we maar gauw eens even gaan kijken. Kom mee. En One Car Life, ja, dit is hem hè? Hoi Sjoerd. Hey Willem. Goedemiddag. Goedemiddag man. Ja, heerlijk. Ik mag wel zeggen dat jouw passie vooral uit Ferrari bestaat. Tegenwoordig wel, ja. Ja, want het is begonnen met... Ik ben begonnen met 911. Hier staat hij, een Targa. Een Targa. Dus je bent Duits begonnen? Ik ben Duits begonnen. Ik ben heel lang blijven hangen in het Duitse. Dus gewoon een normale 911, dagelijkse 911 gehad. Ja. Ja, en daarna naar een V8 Vantage gegaan. Die zag ik rijden op de snelweg. Ik denk, ja, dat is toch wel is Brits, net hè? Iets is, beter. Is als... Het is een Aston Martin. Ja, ik denk, dan ga ik toch een Aston Martin. Ja. En ja, toen ging ik met een rally mee rijden. En toen kwam ik jongens tegen met een 458 gewone en een 430. En ja, ik denk, zo'n Ferrari is het toch wel. Dus geluid. Toen ben ik helemaal het geluid, het Italiaans. Ja, zo'n Porsche is leuk. Maar je ziet natuurlijk op straat wel altijd Porsches rijden. Ja. Maar je ziet nooit geen Ferraris rijden. Nee. Nergens, dus ja. Nou, als ik hier even om me heen kijk, dan is de hobby wel redelijk uit de hand gelopen. Nou, ja, de hobby is... Dus ik had eerst een 430, een Spider. Ja. En ik denk, toen zei mijn zoon, ja, één Ferrari is geen Ferrari. Ik denk, ja... Nee, dat is ook wel... Dat klopt. Ik denk, nou ja, dan kopen we een oude klassieker bij. Ja. Dat is de Testarossa. Ja, Willem, oké, je eerste Ferrari was dan een 430, maar dit is eigenlijk de eerste die in jouw collectie kwam. Ik ben natuurlijk de generatie van BMW Vice. Yep. Ik kleedde me in die tijd misschien net als jij ook wel hetzelfde kobijtjes aan. Oude lullen, hè? Oude lullen, dus ik denk, ja. Ja. Had die eigenlijk wit moeten zijn, maar... Ja, die was moeilijk aan te komen. Ik denk, en rood, het was een van mijn eerste Ferraris. Ja, dan vind je toch, rood is Ferrari. Dus ik denk, ja. Dus ja, dat heb je wel. 30.000 kilometer op, dus ik denk, ja... Nee, maar Testarossa altijd gaaf. Handgeschakeld. Het is, ja, en als je rijdt en je gebruikt hem ook op de toeren, dat je echt gas geeft met dat ding. En ja, dan vliegt het ook vooruit. Heerlijk, mensen zeggen altijd, het is een slome bak. Ja, je moet er rijden. Je moet echt. Ja, en als je het even afmeet naar de jaren 80. Nu alles gaat. Maar het is een Gran Turismo. Je kan er lekker rustig in zitten. Ja, dat is verbazingwekkend, hè. Dat je eigenlijk nog... Ik denk, zelfs jij erin kan zitten. Ik pas erin. Pas met overal in. Lengte. Nou ja. Hey, maar zoals je al zei, één Ferrari is geen Ferrari. Nee. Dus nee. Wat kwam hierna? Toen ben ik gegaan naar een 355. Ja, Willem. En in ieder geval de Challenge grill erop. En het is een GTS, een Targa. Dus wel zeg maar een van de meest bijzondere. Ja, nou ja, het is een leuke wagen. Maar ja, dit is niet mijn ding. Ik vind het om te hebben, vind ik hem leuk. Maar hij staat in jouw collectie. Ja, dat weet ik. Maar ik vind het een beetje een kort gek. Hij is wel klein. Autootje, hij is wel klein. Een beetje klein, kort, maar erbij. Het is leuk om erbij te hebben gewoon. Dus ja, het hoort erbij. Deze auto, dit is de auto die mij altijd doet denken aan Jeremy Clarkson, de meest beroemde autojournalist. Die heeft deze auto natuurlijk gehad, ook die GTS, uniek filmpje over gemaakt. Nou, het geluid is goed. Het geluid is wel echt goed. De katalysators zijn er onderuit gevallen onderweg. En ik vind dit wel mooi. Ik vind dus de voorkant... De achterkant is mooi, ja. Klopt. Dit is wel een uniek mooie auto. Dus, maar goed, jij hebt zelf voorkeur voor andere Ferraris. Ja. Wat kwam hierna? Hierna heb ik die 18 staat. Daarna heb ik de 599 gekocht. Eigenlijk, toen ik de eerste keer voor een Ferrari ging kijken, moest ik kiezen tussen een 430 en een 599. Toen wou ik eigenlijk al een 599 hebben. Ik vind het zo'n mooie, tijdloze auto. Met als je dit ziet, die luchttunnels. Toen kwam ik deze tegen. Die was in België gekocht door een man. Ja. Die kon de GTO niet krijgen. Dus die denkt, nou dan koop ik maar een Haag GTE. Ja, want... Met alles erop en eraan. Oh, heel belangrijk, Willem. Dit is er eentje met dat handling package. Dat maakt die auto zoveel beter rijdend. Het klopt. En je voelt het ook gewoon. Het ziet er mooier uit. Het rijdt lekker. Alleen maar mag ik even de kleur? Wat, wit? Nou ja, ik had niet veel keus. Maar ik denk, rood, wit. Nee, ik dacht, is dat met een speciaal reden? Nee, dat jij dacht, ik ben hem gewoon zo tegengekomen. Ik ga in Dubai wonen. Ik vond het geheel schitterend. Ja, met dat zwarte dak. Ja, het zwarte dak. De velgen in kleur zwart. Van binnen helemaal. Ik vond het gewoon af.
Ja. Vond echt af. Dus, ja, en 12 cilinder. 12 cilinder. En ik vind het wel ook de prijs waar de auto's nu een beetje zo hangen. 130.000, 140.000 euro. Die gaan niet veel meer naar beneden, denk ik zo. En een wel uniek mooie auto. Nou, dankjewel. Maar goed, dankjewel. Er zijn meer 12 cilinders. Ja, 12 cilinder. Ah, dit is een latere aankoop. Maar ja, het is gewoon een heerlijke auto. En luister, een 550 Maranello Driver's Dream koopadvies. Heb je 100.000 euro te besteden en mag het een Ferrari zijn, ik wil je altijd blind koop een 550 Maranello. Want unieke auto. 12 cilinders, handgeschakeld. Kijk, ja. Sjoerd, als je dit ziet, ja, dit is toch ongelooflijk. Ja, de motor zit voorin en dat is natuurlijk best wel bijzonder. Ja. Want we stonden net bij die Testarossa en dit is eigenlijk natuurlijk de opvolger van de Testarossa. En de 12 cilinder voorin, veel minder dat hardcore sportief, misschien meer GT. Maar dit was wel even een overgangetje, hè? Halverwege. Ja. Deze auto is uit 96 kwam de Maranello op de markt. Ik weet niet welk jaar deze. Ja, ook volgens mij 96 deze. Ja, dat is een van de eerste. Daar moesten de puristen wel even aan wennen natuurlijk, zo'n V12 voorin. Ah, als je rijdt, je rijdt heel rustig. Ja. Maar het is eigenlijk net als een Testarossa. Als je gas geeft, ja, je gelooft het niet. Nee, het vliegt jongen vooruit in één keer. 485 pk, ik ken alle specs. Ik vind het nog steeds één van de... En zwaar ondergewaardeerd. Deze Maranello, die gaat gewoon binnen een paar jaar... hoppakee, terug weer naar anderhalf ton. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat hoort ook zo. Ja, vind ik ook. Maar er staat nog iets heel speciaals met een 12 cilinder. En dat is hier. Dat is wel de meest unieke De meest unieke wagen. Ja. Een 365 GTC4. Hey, die GTC die was op de markt. Toen waren jij en ik nog heel klein, denk ik. Ja, 1972 is dit. Ja, toen was ik 1. Ja. Nou, nee, ik was al iets ouder, maar... Dit is best wel heel bijzonder. Ik zag hem staan en ik belde mijn zoon op. Ik zeg, ik heb een hele leuke auto gezien, dus ik maak een foto. Ik zeg, wat vind je ervan? Hij zegt, ik heb nog nooit zoiets lelijks gezien. Pap, alsjeblieft niet doen. Ik zeg, jongen, je vergis je. Ik ben hem op gaan halen. Ik zeg, kom dan, we gaan kijken. Nee, dat is niks. En we zijn gaan kijken. Ja, en als je hem dan toch goed bekijkt van de zijkant, is het zo'n vreselijk mooie auto. Ja, want er zijn er niet veel van gebouwd. 500, iets meer dan 500. Volgens mij is 502 zelfs. Nou ja, toevallig. Jouw startnummer is ongeveer het productieaantal. Ja. Hij doet me heel erg denken aan de Daytona. Ja, het is de opvolger ook van de Daytona. Dus ze hebben eerst Daytona's en toen wouden ze nog eentje hebben die iets langere wielbasis. Ja. Waar je achterin kon zitten. Nou ja, dat is... iets meer luxe. Ja, iets meer luxe. Maar na 500 zijn ze ermee gestopt. Ja, het sloeg niet helemaal aan. Alle kleuren is hij gemaakt. Het is niet alleen het rood. Hij is de gekste kleur hebben ze hem gemaakt. En is hij altijd met dat zwarte neusje dan zo gebouwd? Er zijn heel veel mensen die vonden het lelijk. Dus die hebben het rood geverfd. Maar dit is origineel. Dit is origineel, ja. Het is best wel heel bijzonder om te zien. En dat interieur. Waarom kan dat dan niet terug? Ik vind dat prachtig. Ja, het rijden. We zijn dan de tribute in Italië geweest rijden. Bij het Milimilia tribute. Ja, dit is ongelooflijk. Dat ding, als je de berg op gaat, jongen. Dan, en de bochten door. Ja, het trekt gewoon ook door die banden. Ja. Je gaat door de bocht zo hard. Het is uniek. En geen problemen mee gehad onderweg? In principe niet. Op het einde wel wat kleine probleempjes. Maar eigenlijk zijn we er... Maar je moet eens kijken. Wat een motorblok. Dat is een kunstwerk. Ja, zou je eruit halen. En die zou je hier neerzetten. Ja, dan gewoon naar kijken. Schitterend. Tegenwoordig zitten hier allemaal nu accu's en stekkers bij. Je ziet niks meer. En de hele kap dicht gemaakt met zo'n bak eroverheen. Laptop eraan. Ja, en, is, dit is wel uniek. Pure auto. Maar ja, en zelfs een antenne die nog automatisch omhoog en omlaag gaat. Heerlijk. Weet je dat nog aan die tijd? Ja, meer 70's wordt het niet. Maar die wig-vorm die auto heeft. Ja, ik vind dat er zijn wel in de jaren 70 zijn wel pareltjes gemaakt, hoor. Ja. Hey, en hier voor ons, dat is denk ik de stuiterbal van het stelletje. Dat is de stuiterbal van. Daar ben ik toevallig ook al een keer mee in Italië gereden. Ja, Het is heerlijk, maar je hoort natuurlijk alles. Je wordt helemaal gek onderweg. Ja. De eerste keer erin rijdt, denk je dat alles kapot is. Want je hoort elk steentje hoor je rammelt, tegen de auto en rammelen. Ja. En het kraakt overal. Maar ja, er zit natuurlijk helemaal geen isolatie, niks in. Het is puur een auto. Ja, maar de 34, is het nou Scuderia of Scuderia? Scuderia, vind ik ook. Zie je wel? Ik heb die auto ook al een aantal keer mogen rijden. En het is wel zo'n... ontzettende gave, hardcore stuiterbal. Die elke Porsche rijden wat dat betreft... snot niet voor de ogen, maar je houdt hem wel. Nee, ik ben laatst met een rallywezen rijden met GT3's, die gasten. Die dachten dat ze weg konden rijden. Ja, niet. Nee, hè? Nee, dat lukt echt niet. Het is lichtgewicht. 1250 kilo, 510 pk. Ja.
één bok motor. Het is alleen maar motor en een beetje aluminium. Ja, volgens mij was toen Michael Schumacher, die was toen net weg bij Ferrari. Die verveelde zich een beetje. Michael Schumacher heeft hem helemaal mee ontwikkeld. Nee, die heeft hem echt mede ontwikkeld. Staat binnen deze... ook nog een plaatje van hem, ontwikkeld door Michael Schumacher. En ik moet zeggen, zwart vind ik wel weer, het staat wel goed. Ja, het is leuk. Met die streep erin. Ja. Die streep zit in de lak, dus niet erop. Hey, maar Willem, ik vind het hartstikke leuk. Ik kan nog uren met jou hier kletsen. Dankjewel. Maar kunnen we het ook een beetje gaan beleven, denk ik? Ja, natuurlijk. We gaan even rijden. We nemen even drie kleuren mee. Ik denk dat het leukste is. Ja. Die 550, de 599 en de Scuderia. Okay. En we gaan even een rondje rijden in het boerenlandschap hier. Zin in. Kom op, jongens. Knallen met die app. Gaan we eens even wat auto's starten, want het is tijd om buiten te gaan spelen. Ik ga rustig beginnen in de 599. Lekker comfortabel. En deze moet je ook even horen, want ja, de koude start van de 599. Oh. Ja, en ik weet niet of je me nog hoort, maar... Ja, we gaan het wagenparkjes even een beetje oplijnen. Lekker hoor, die 599 zonder katalysator. Gewoon even een ander stuk ertussen. Er komt een bak herrie uit. Niet normaal. Ja, die scut eigenlijk hetzelfde. Ja jongens, dit wordt leuk. Dit wordt lol. Oh, wat is dit genieten zeg. We zijn onderweg in de 599. HGTE, oftewel de Handling Package. Voor mij zicht op de 550 Baronello. En wat is die kontig lekker. We gaan heel even rustig nu de boel opwarmen, banden en motoren. Want dat is wel even nodig. Ja, ik zei het net al even in die garage. Heb ik 100.000 euro aan een stuk te slaan aan een auto voor erbij? Ja, mijn geld gaat blind naar een 550 Baronello. Die, weet je zo? Rond de 80, 90 zijn er goede exemplaren te vinden. Zeker wel. Maar goed, de 599 die alweer een jaartje of 14 oud is. 2007 dat die op de markt kwam. En ja, het is vergeleken met de Maranello die voor ons rijdt, de opvolger. Een lel van een auto met heel veel overhang. En wat ontzettend grappig is, is dus... Als je nou een 812 superfast van tegenwoordig rijdt en met dat schakelen wat in milliseconden gaat. Hier zie je nog de overgang van zo'n gerobotiseerde handbak eigenlijk naar ja, die dubbele koppelingen. Het gaat allemaal wat trager, het gaat allemaal wat hokkeriger en wat stoteriger. Het moet ook even allemaal met respect worden behandeld. Maar als hij dan eenmaal wakker is en je hebt hem in de sportstand, ja, dan klapt hij wel goed hoor. Ja, het is wel mooi die cockpit van binnen. Alles zwart, maar ja, door die witte stiksels krijgen we toch wel weer iets vrolijks. En dan heel veel carbon, bijna alles is carbon. En Alcantara, Alcantara hemel, dus ziet er wel echt goed uit hoor. Lekker. Oh, wat komt er een kabaal uit dit ding. Ja, die katalysatoren eronder uit, dat is zo'n ontzettend verschil. En ja, hij is nu lekker warm, hij is op temperatuur. Het is natuurlijk meer een GT, een autobaancruiser. Maar je merkt wel dat Handling Package, dat HGTE, ja, dat hebben ze later als aanbod gedaan op die 599. Ja, dat was eigenlijk gewoon een must. Die auto, die gaat daar zoveel beter van aanvoelen. En je merkt het nu ook gewoon met korte hobbeltjes. Die auto geeft zoveel meer vertrouwen. Het is nog een beetje vochtig en met 620 pk op je achterwielen, we blijven oppassen. Maar als je nu een beetje naar de prijzen kijkt van de 599, nou 120, 130, 140 soms voor exemplaar met weinig kilometers, daar zit hij eigenlijk al een paar jaar best wel steady op. Dus als je in de markt bent voor een 599, ja, heel veel meer zakken, dat gaat hij gewoon niet meer doen. Maar zorg ervoor, als je er eentje kan vinden, altijd met dat Handling Package. Ja, en die zijn schaars, dus die zullen qua prijs ook wel ietsje duurder zijn. En wat een verschil eigenlijk, hè? Als je nu in de spiegel kijkt en je ziet zijn voorganger. Oké, er kwam natuurlijk nog de 575 Maranello, maar wat een totaal andere auto is dit. De 90's versus ja, de Zero's.
veel futuristischer F1-bak erin. Hier zit al veel meer die Formule 1-techniek in. Die Maranello is wel gaaf om te zien. Ik heb echt zin om even in die auto te rijden. Dat gaan we dus ook even doen. Even wisselen. Even een kleine pitstop. Ik heb zin om even in dat oude gebakje te rijden, in die Maranello. Als je dit in de spiegel kijkt, tijdloos model. Ja, maar het lijkt helemaal warm gelopen is, jongen, dan vliegt zo'n ding, man. Schitterend. Ja, ja. Dit is wel het meest onbegrepen compartiment hè, van de Maranello. Zo'n mega, ja, waar je... Het is voor je koffer, maar probeer jij hier maar je koffer in te krijgen. Ja, dan moet je hem eerst hier doorheen. Dit is een onbegrepen plek. Dat, ja, dit kan ook niet open, dus, nou ja, ik heb er zin in. Ja, Sjoerd, blij hè. Een handbak, en wat voor een. Het hele beroemde, ja, H-patroon noemen ze het eigenlijk. Met die mooie metalen bal, dat je echt dat kloink, 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 dat schakelgeluid hoort. Heerlijk. En de koppeling, je zou denken, oh, bij je oude Ferraris, dat gaat allemaal heel zwaar, maar dat valt allemaal reuze mee. Je gaat gaan nu rijden, maar die koppeling, hij grijpt wel brusk aan, maar echt wel... Niet heel lomp of zo. Ja, die auto die kwam dus in 96 op de markt. En ja, dat was een overgang. Ik zei het al, van de sportieve Testarossa. Maar met ook zijn al die louvres en in die brede uitbouw naar dat hele clean, rustige. Beetje meer een GT. Het is ook een sportauto. Maar hij heeft ook de uitstraling van een GT. En dat is wat... He, Luca di Montezemolo, de baas toen van Ferrari destijds wilde. Meer een beetje naar het elegante Ferrari, naar de wilde jaren 80. Even wennen nog met mijn maat 45 hoor. Dat ik weer niet al die pedalen tegelijk indruk, want die Italiaanse pedaaltjes waren niet zo groot. En ja, het is nog koud, het is nat. Je ziet dat ASR-knopje af en toe even flikkeren. Ik denk, oh, 485 pk, ik ken de spec zo goed van deze auto, want wat was ik gek van de 550 Maranello in de jaren 90. En nu rij ik er weer eentje. Ja, het is een GT, maar het is nog steeds een Ferrari. En die Ferrari, die wil gewoon all the way naar die 7500 toeren, dan begint het rood. Ja, en dan klinkt die toch zo ontzettend goed. Dit is autorijden. Hoppa, lekker hoor. Dit is zo puur nog. Heel anders dan die 599, waar toch veel meer computers het werk doen. Als ik eerlijk ben, ja, het zal oude lul zijn, geef mij deze Maranello maar hoor. Woehoe. En kijk eens het dashboard, zoek de computers. Alles is nog gewoon heerlijk analoog, simpel, clean. Olietemperatuur, de benzinemeter, een klokje. Ja, meer heb je niet nodig. En dit is ook zo apart, hè. Als je dus, zeg maar, alles uit wil zetten van de airco, dan zou je denken van, nou ja, ik zet hem hier op de laagste stand. Of... Maar dat gaat hij dus niet. Dan is er altijd nog wel iets, hè. Ook als je de fin uitzet, dan blaast hij altijd nog iets. En hier zit dus een stopknop. Als je daarop drukt, ja, dan gaat hij pas echt uit. Italiaanse logica. Kijk eens naar je stuur. Moet je dit nou eens vergelijken met een hedendaags stuur met richtingaanwijzers, je alles erop en eraan. Hier, een tuter. En wat voor een. Echt waar. Donald Duck komt eraan. Ja, de prijzen van de 550 Maranello zijn eigenlijk alweer een paar jaar stabiel. Ja, ik weet ook wel dat flipperen natuurlijk sneller gaat, maar dat schakelen is natuurlijk leuk. Maar die prijzen die zijn echt wel al een paar jaar stabiel. Nou ja, even afhankelijk van natuurlijk de staat en de kilometers, rond de 80, 90, 100.000 euro. En dik in de 100, 110, 120 voor de exemplaren met echt weinig kilometers. Ja, ze waren een paar jaar, zo rond 2014, 15, toen de youngtimer gekte echt tot de grote hoogte steeg, kosten ze zelfs 150, 160 en meer. En ik denk dat deze auto's heel makkelijk echt... gewoon weer teruggaan naar die 150, zelfs 200.000 euro, dat ze gewoon dit moment gewoon zwaar ondergewaardeerd zijn. Dit is gewoon de laatste 12 cilinder met een handbak. Ja, die gaat gewoon geld op wel leveren. Let nou maar op. Driver's dream tip van de dag. Koop gewoon een 550 Maranello. Deze man is wel een liefhebber hoor.
Wat is, ja, One Car Life. Echt kudos dat hij deze auto's niet alleen heeft, dat hij ze verzamelt. Nou, dan zijn er natuurlijk wel meer mensen. Maar het is gewoon een liefhebber die ze gebruikt en die gewoon zegt, jongens, hij laat zijn kinderen ermee rijden. Nou, dat is ook niet iedere vader die dat doet. Hij laat mij ermee rijden. Ja, echt genieten. En hoe? Maar het is wel indrukwekkend ook, die Colt van die 599. Maar het is zo'n andere auto. Allebei een 12 cilinder voorin, maar ergens ook weer niet te vergelijken. Nu kicken die 485 paarden er weer in. 7500 toeren, opschakelen en ja, 0 tot 100 ging die 4,3 seconden. En dan denk je 4,3 seconden, ja, dat was voor die tijd, halverwege de jaren 90, gewoon super, super snel. Een top van 320 km per uur. Dat haalt hij ook twee vingers in zijn neus. En oh jongens, ik ben even aan het genieten hoor. Scud hoor ik eigenlijk nog boven die 599 nu uit. Moet ook even een rondje met die 430 Scud, of niet? Ja, jeetje Willem, 25 jaar oud, maar wat een lol. Wat een lol, hè? Ja. Wat een auto, hè? Ja, maar nog steeds, wat een hè? Beleving. Ja, beleving is zoveel anders, natuurlijk. Ja, met name ja, dat... Maar dan nog, het is echt een... Ja, het woord Gran Turismo is zo op zijn plaats bij deze auto. Ja, dat hebben ze hiervoor uitgevonden. Een luxe auto, lekker rijden, ja. Maar geef je het gas in, ja, dan gaat hij ook. Ja, en hij blijft toch goed klinken, hè? En wat ik mooi vind zijn die details, die luchtinlaat. Ja. Kijk, wat ze ook altijd later weer terugbrengen bij die auto's. Ja, deze luchtinlaat is overigens voor de versnellingsbak. Want ja, die transaxel die hier zit, en dit is echt voor de motor. En dat is de koeling voor de versnellingsbak. Okay, nooit geweest. Ja, maar dat is wel... Ja. En overigens, jij bent nogal van de geluiden, ik ook. Ja. Je kunt deze ook nog met een tubi uit laten krijgen. Want dan klinkt hij... Nee. We hebben er al over nagedacht. Ja, ja. Maar ik vind het niet bij deze auto horen. Bij die ook niet helemaal. Dit is nieuw. Het is een nieuwere auto, stoere uitstraling. En ik vind bij deze, we hebben er over nagedacht, maar we hebben het toch niet gedaan. Nee, ik wil hem ook helemaal origineel houden. Ik kende iemand die had vroeger in Amsterdam een 55 Maranello met een tubi en die startte. Ja, de ramen trilden overal eruit. Hè? Hey, maar over geluid gesproken, dat ding klinkt volgens mij het luidst van allemaal, die Scud. Dat is het luidst van allemaal. Ik wil nog even als laatste een rondje met die Scud. Sta klaar, dus stap in. Ik hoop dat je erin past. Jawel. Ik word echt vechten. Alles voor het goede doel. Ja jongens, heerlijk toch? Het kan allemaal hè? Driver's Dream en One Car Life. Ja, top. Ja, stuiterbal, niet stuiterbal. Jongens, ik heb zo'n zin. Nog eventjes, laatste stukje plankgas in deze 430 Scud. Hoppa. Pas ik erin? Ja hoor, geen enkel probleem. Ja, ik heb deze natuurlijk al eerder in mijn petrolhead leven vol mogen rijden, ook de 430 Scud. Dan hebben we hem uitgebreid op de autobaan lopen knallen. Maar het is altijd lekker om in zo'n ongelofelijke racy Ferrari te rijden. Want ja, dichter bij de Formule 1 kon je in 2007-2008, toen deze auto uitkwam, gewoon niet komen. Kijk eens, alles carbon in die auto. Alles Alcantara. Goed gespekt ook hoor. Kom op. Dit is zo'n ontzettende hooligan auto dit. Zo'n verschil natuurlijk met die 12 cilinders. De opgefokte 8 cilinder, 510 pk. We hebben natuurlijk eerder de speciale gehad en de Pista. Maar dit, ja, als je dit vergelijkt met de Pista, ook met zijn turbomotoren. Dit is nog zoveel ruiger en linker. Ja, goed weten wat je doet. Ja, dit is wel de meest, ja, eigenlijk de grootste ASO-bak van allemaal, want wat een geluid komt hier dan uit. Ja jongens, we moeten eventjes rustig doen, maar dat ga ik niet doen hoor. Ja, dit geluid, dat is fenomenaal. En ja, dit is natuurlijk met afstand de best rijdende Ferrari van dit trio. Dit is een 8-cilinder, vele malen lichter, vele malen wendbaarder ook. En oh, met die keramische remmen, ja. Dit is een kart! En dat zijn die 12 cilinders natuurlijk niet. Je mag het ook niet vergelijken. Maar
Wat een gaaf ding. Zag je die vrouw die stond echt zo. Ja, ik begrijp het ook wel. Wat komt hier voorbij? Ja, 0 tot 100, 3,6 seconden. En dan is zo'n Scuderia niet normaal. Niet normaal. Dit ding klinkt zo ontzettend goed. Of ASO, het is maar net wat je wil. Luid. De bitch is loud. Het is niet normaal, wat een verschil hè. Die 599 en deze Scud zijn min of meer uit hetzelfde tijdperk. Maar als je ziet de millisecondes, de 60 milliseconden waarin deze auto opschakelt. Dat is zo ontzettend snel. Elk steentje, elke muis, elke kever waar we overheen rijden. Je voelt hem, je hoort hem. Dit is niet normaal. Dit ding ligt ook zo ontzettend laag bij de grond. Ja, we pakken nog even een stukje snelweg mee hoor. Word ik blij van dit soort auto's? Wat word ik blij? En ja, sorry, maar dit of een 488 Pista. Nou, Pista weg hoor. Die klinkt gewoon niet zo. Die klinkt gewoon niet zo puur. Turbomotoren. Nee. Ja, dit. Kijk, er zit gewoon een radio in. Dan heeft die man geen Apple CarPlay. Hij heeft van die bucket seats. Dat zit gewoon geweldig. En dan heeft hij geen stoelverwarming. En hij heeft geen stuurverwarming. En dan zal al die moderne tirelantijnen gewoon niet hebben. Nou en, dit is gewoon ongefilterd rijden. Ja, wat een ontzettende... Ja, wat een ontzettend speelapparaat. Ongelooflijk. Wat is dit leuk. Ja, zo moeten Formule 1 auto's geklonken hebben ook in die tijd. En ook de Formule 1 motoren van dit moment, die turbomotoren, die klinken ook niet meer. Jongens, alles van vroeger. Ja, het was niet beter, maar het klonk wel beter. Ja, waar ik eigenlijk de gewone 430 helemaal niet zo speciaal vind. Of ja, dit is zo'n andere auto. Een F430 of een 430 Scuderia, je kunt ze gewoon niet met elkaar vergelijken. Drempeltje, terugschakelen, even naar 5000 toeren en de kraan gaat weer open. Niet normaal, wat klinkt dit ding? Zo, nou, de speeltjes zijn weer terug in de collectie. Wat voel je nou het lekkerste rijden? Ja. Want je hebt er alle drie gereden. Weet je, elke auto heeft zijn eigen verhaal. Ik bedoel, de Maranello is gewoon het schakelen, dat metalen haanpatroon, heerlijk. Dit, ja, dat HGTE, dat handling package heb je wel nodig. Die katste onderuit. Je voelt het wel, hè? Dat het gewoon lekker op de weg ligt. Ja, maar je hebt wel even vertrouwen nodig. Dat duurt even 10 minuten. Ja, je moet hem even kennen. Als je hem eventjes weer een kwartiertje hebt, denk je, oh ja. Ja, maar ik geef hem normaal ook aan niemand mee, want het is... Hij is zo onvoorspelbaar. Je moet echt weten maar wat je doet. Maar jij rijdt in ja, al die dingen. Dus een beetje. Maar deze trek je aan, dat is een handschoen en dan boem, daar gaat hij. Dit is zo'n gaaf speelding. Ja, dit is ook speelgoed. Ja, dit is wel met afstand de leukste qua spelen. Ja, want dat is het ook. Wat een gaaf herrie, ding. Die steentjes, al die beleving. Alles hoor je, in die auto. Alles. Ja, nee, niet te geloven. Ja. Hey Willem, ik wil jou onwijs bedanken voor... Ja, ik vond het leuk dat je er bent. Voor het bedankt voor het laten zien van je collectie. Waarom? Dat we ermee mochten rijden. Ja. En komt er trouwens nog wat bij binnenkort? Ik ben wel met wat bezig, maar dat laat ik je horen. Dus, bel je me dan weer? Dan bel ik je weer. Goed jongen. Hey. Hartstikke bedankt. Abonneer op ons YouTube kanaal. Abonneer eventjes op One Car Life natuurlijk. En dan zie ik je de volgende keer.